Suriname heeft vandaag officieel afscheid genomen van de zeer sociaal bewogen Sonja Quintus Bos, ook wel Nani genoemd. Ze is vandaag gecremeerd de weg naar zee. Voorafgaand aan de crematie is er een rouwdienst gehouden ten huize van de overleden Quintus Bos, waar haar stoffelijk overschot was opgebaard. In leven was zij een hardwerkende vrouw die ook baanbrekend werk heeft verricht op sociaal, cultureel, religieus en maatschappelijk gebied. Nani was voorzitter van verschillende organisaties. Enkele zijn de religieuze organisatie Komal Kirtan Samaj, het comité Hulp aan de Tsunami-slachtoffers, Indonesië en comité Binnenlandbewoners. Quintus Bos heeft Culturele Unie met raad en daad bijgestaan bij de oprichting. Nani heeft ook bekendheid verworven door haar rol in toneelstukken in de films Land van Rama en Marienburg. Land van Rama is ter nagedachtenis aan de overledene vandaag en morgen op verschillende zenders vertoond. Sonja Quintus Bos is 88 jaar geworden en laat een dochter, klein- en achterkleinkinderen achter.